Tijdens de commissievergadering in Meidrecht wordt uitgebreid gesproken over de coniferenbranden. Wat moet je doen om resultaat te bereiken en wat moet je doen om de buurt een veilig gevoel te geven? Burgemeester Burgman informeert samen met de wijkchef de fractievoorzitters over het onderzoek naar de branden. Belangrijkste boodschap, we moeten meer gebruik maken van de buurtbewoners. Ze laten hun honden uit, ze spreken iedereen, kunnen verschillen in de wijk. Dus hé, dat was gisteren anders of die heb ik zien lopen, nou die heb ik hier nog nooit zien lopen. Of er staat een auto, die heb ik hier ook nog nooit gezien. Praat daar met elkaar over, dan komen we misschien sneller tot een oplossing. Eerder is voor de branden 1 verdachte 2 keer aangehouden en weer vrijgelaten. Tegen hem loopt nu een justitieel onderzoek. Dat hij weer op vrije voeten is, zorgt voor veel onrust in Meidrecht. Als je het hebt over veiligheidsgevoel in die wijken, om dat op te lossen met elkaar. En dat werkt alleen maar als je gezamenlijk met de inwoners die daar wonen, maar ook mensen die daar gewoon werken, om daar met z'n allen over te gaan praten en te kijken van wat kunnen we voor elkaar betekenen. De burgemeester wil de bewoners daarom binnenkort uitnodigen op een informatieavond om een deel van die onrust weg te nemen.